Eva Jinek ruilt de late avond bij de NPO in voor die bij RTL. Dat is zojuist bekendgemaakt. Ze gaat naast Bo van Ervendoris een paar maanden per jaar een late-night talkshow verzorgen. En naast mij staat mediaverslaggever Rob Gozes. Rob, lang verwacht en nu is hij er. Ja, en toch ook weer niet. Nee. Het duurde allemaal zo lang dat ik dacht, ze gaat misschien helemaal niet meer. Maar nee. Ze heeft gewoon de prijs de afgelopen maanden goed weten op te drijven. En op het moment dat de juiste check op tafel lag, zei ze, oké, we gaan het doen. Ja, even kijken hoe dat inhoudelijk gaat, maar dit zal wel een hoge prijs hebben, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. En ik zou ook hieruit willen concluderen dat RTL nu echt all-in gaat met de late avond. Ja. Bo erop zetten betekent dat je ervoor kiest om het allerlaatste te proberen. Want als Bo het niet kan, dan kan niemand het. Nee. Ja, en Jinek heeft het natuurlijk de afgelopen jaren laten zien op NPO 1. En die zet je er nu naast. Dus ja. Op het moment dat het onzeker is of Bo het echt gaat redden, ja. Gooi je er nog een grote ster bij. Ja, als die met z'n tweeën mislukken, dan kan ik me voorstellen dat ze niet heel blij zijn bij RTL. Nee, hoe gaan ze dat nou indelen? Want met Jeroen Pauw is het winter en dan weer de 1. Ja, dat is een beetje onduidelijk. Bij de vroege avond hebben we natuurlijk de wereld draait door 6 maanden. En de overige tijd, behalve dan tijdens de wandelvierdaagse, wordt door Margriet van der Linden ingevuld. Ja. Op de late avond hebben we blokken van 3 maanden. Ah, 3 maanden. Waarbij je eigenlijk dus geen seizoenen hebt. En Pauw en Jinek veel, ja, hoe zeg je dat, veel meer aan elkaar gewaagd zijn in waar ze staan dan Margriet en Matthijs. Ja, maar dat gaan ze bij RTL dat gaan dus ook ze zo bij doen? RTL op dezelfde manier doen. Okay. En ze moesten iets, want Bo van Ervendoris heeft het programma ongeveer tot zijn verjaardag eind december in zijn agenda staan. Ja. En daarna houdt het voor hem even op. En anders hadden ze weer uitzendingen de zwakste schakel moeten uitzenden. Ja, en ze zijn begonnen met Bo en ja, op zich, Bo heeft de gunfactor, maar het grote kijkcijferkanon is hij tot nu toe niet. En, nee, het ziet er ook niet heel goed uit. Het moet groeien en het grote voordeel van Bo is dat we het hem gunnen dat het gaat groeien. Maar dat is wel een beetje een verschil met Eva Jinek. Die heeft mogen groeien bij de NPO, maar het is natuurlijk niet zo dat als zij zometeen in januari met 250.000 kijkers begint, dat iedereen zegt van, nou weet je, we zien wel wat je over 2 jaar aan kijkers hebt. Ja. Nee, de verwachting is toch dat ze een groot deel van de 800.000 tot 1 miljoen kijkers die ze dagelijks heeft ook meebrengt naar RTL. En wat dat betreft is de druk natuurlijk immens. Ja, maar Eva Jinek, daar kunnen we natuurlijk heel lang over hebben, maar er zit ook een redactie achter die de mensen naar binnen haalt van het gesprek van de dag. Klopt. De kracht van Jinek is dat gewoon alles wat vandaag urgent was, dat komt die avond voorbij. Ja. Dat moet je bij RTL ook even doen. Nou, dat hangt wel heel erg aan Eva Jinek zelf. Ja. Dus Bo vertelde al laatst dat hij een heel klein beetje jaloers was op het feit dat iedereen bij Jinek wil zitten. Die heeft gewoon elke dag een lijst van topgasten die ze heeft afgestreept. Ja. Omdat ze gewoon niet iedereen maar in de studio kan uitnodigen. Ja. En dat voordeel heeft Bo nog niet. En ik neem aan dat dat niet heel erg anders zal zijn als Jinek zometeen bij RTL zit. Alleen, als de kijkcijfers minder zijn dan wat ze nu heeft, dan zijn er ineens allemaal opportunisten die haar toch niet zo aardig blijken te vinden als zij dachten dat ze haar vonden. Ja, want er is natuurlijk in de tijdperk Erland Galjaard werden er heel vaak RTL-programma's geplukt, of sterren, van RTL. En dat werd een beetje, wij van WC Eend, dat gevoel kreeg je op een gegeven moment een beetje bij, toch? Ja. Denk je dat Jinek dat helemaal getikt heeft in een contract? Nou, ze heeft het wel afgetikt. Ik ga ervan uit dat zij Jinek bij RTL gaat maken. En dus niet een sterrenparade van RTL-gezichten. Ja. Maar de grote vraag is, wat gebeurt er op het moment dat het een keer tegen zit? Ja. We hebben het met Twan Huis gezien. Ja. Daar zat het meteen tegen. Dan nemen anderen de regie over zijn programma over. En dan ben je gewoon weg. En de vraag is natuurlijk, gaat Jinek er dan in slagen om wel de regie bij zichzelf te houden, programma te maken dat zij graag wil maken. En wat dat betreft hoop ik voor haar dat het lukt om het met Ewart van der Horst te maken, de producent die De Wereld Draait Door ooit heeft bedacht. Zou dat een voorwaarde, denk je, van haar zijn, omdat die meegaat? Ik denk dat inderdaad. Ik heb geprobeerd net te achterhalen, maar niemand neemt de telefoon op. Nee. Maar ik denk inderdaad dat ze dat heeft bedongen. Ja, want hij is geen onbekende, nou. Hij heeft toch ook RTL Boulevard ooit in de stijgers gezet? Ja, dat is hij toch? Ja, en hij is
ook betrokken geweest naar het schijnt. Maar daar verschillende meningen over bij het oorspronkelijke RTL Late Night met Humberto Tan. Ja. Nee, bij de Wereldrijd Door is hij niet meer betrokken, maar bij Jinek is hij nog steeds zeer betrokken. Ja. En dat tandem, ja, dat zou een heel belangrijke zet zijn voor RTL. Maar RTL is zelf eigenaar van Blue Circle. Ja. Blue Circle produceert Bo. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze zoiets hebben van, ja, we hebben een eigen productiehuis. Ja. Laat die het maar maken. Ja, dat zijn allemaal nog vragen waar nog antwoorden op moeten komen. Het is altijd een risico. Je noemde net al de naam Twan Huis. Van de publieke omroep naar de commerciële. Twan Huis had eigenlijk gewoon een beetje het nadeel dat hij nooit echt goed uitgetest was als talkshow host. Ja. Hij was een vast onderdeel van Nieuwsuur, wat een strak format was. En Jinek heeft dat voordeel natuurlijk dat zij kan dat kunstje. Ja, en juist daarom denk ik dat dit voor haar eigenlijk nog riskanter is dan het voor Twan Huis was. Want niemand neemt het Twan Huis kwalijk dat hij er niet in is geslaagd als talkshow host. Maar Jinek heeft natuurlijk geen excuus. Die heeft al jaren laten zien dat ze de beste interviewer van Nederland is. Ja. Ja, als je dan naar RTL gaat, dan moet je gewoon knallen. En als dat dan niet blijkt te werken, ja, wat ga je dan als excuses opvoeren? Ja. En dat is wel ook meteen de reden waarom ik dit echt een heel dappere zet van haar vind. Ik heb echt bewondering voor het feit dat ze dit doet. Kijk, natuurlijk speelt geld mee. Hè? Laten we dat niet vergeten. En vrije tijd. Vrije tijd misschien. Maar ze weet dat het een heel groot risico is en toch doet ze het. Ja. Dat vind ik wel stoer. Ja, de NPO, die hebben een technisch knock-outje nu. Ja, om in boksterm te spreken. Dit is heel, 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 heel vervelend voor de NPO. Het is echt een grote nachtmerrie. Die hebben de afgelopen maand alles gedaan om haar binnen te houden. Echt als Jinek met haar vingers knipte, dan regelde ze wat. Maar er was één ding dat ze niet konden regelen, namelijk het salaris dat RTL nu neerlegt. Ja. En dat heeft dus uiteindelijk wel gewoon een doorslaggevende rol gehad. En kijk, Jinek heeft op een gegeven moment dit jaar gezegd dat ze graag wat eerder zou willen, haar programma zou willen maken. Ja. Omdat ze dan niet op kouse voeten door het huis moet lopen. Ja. Nou, ik wil haar bij deze wel even van harte feliciteren met het feit dat ze in plaats van 1:30 om 1:00 thuis is. En ik hoop dat ze dan ook inderdaad met de fanfare binnen kan komen. Met een iets duurdere auto rijdt ze dan naar huis. Iets duurdere auto, misschien ietsje verder omdat ze ook een huisje in Frankrijk gaat kopen. Ja, weten wij veel. Maar dat maakt dit wel een heel klein beetje gek. Als je zo graag eerder wil en dan ga je naar een programma maken dat 1:30 eerder is. Denk je, heeft ze dan wel het hele verhaal verteld? Jij had het in het begin van je verhaal ook over Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Die zit voor dit seizoen gewoon al vast. Die kan niet tussentijd een move maken, dus daar zijn ze veiliger. Heb jij al de contouren gezien van een nieuw iemand op dat tijdslot? Op de late avond, ja. Het spel is natuurlijk al begonnen. En één naam die al meteen wordt genoemd is die van Dionne Staks. Die heeft net de overstap gemaakt van de NOS naar AvroTros. En ook een beetje met het idee van de AvroTros dat zij aan de beurt zijn om een talkshow te maken. Nu worden de talkshows gemaakt door BNNVARA en Caro en Cervé. En AvroTros hoort bij de grote drie. Ja. Maar wie we ook niet moeten uitvlakken zijn de vrienden en vriendinnen van de VPRO, die heel slim Nadia Moussaoui hebben binnengehaald. Ja. Die heeft natuurlijk fantastisch ingevallen voor Eva Jinek op het moment dat zij zwangerschapsverlof had. Ja, want toen bleven de kijkcijfers gewoon overeind staan. Absoluut. En het was een frisse verschijning. Ze deed het goed. En laten we heel eerlijk zijn, de NPO vindt diversiteit erg belangrijk. Ja. En dan heb je een vrouw van kleur. Ja, wat dat betreft zou ik zeggen dat zij de gedoodverfde favoriet is om het slot over te nemen. Ja, tot slot, hè. Ik kan hier eigenlijk nog heel lang over praten, maar het is een mooie stap, maar ook een gedurfde stap. Wat denk jij? Denk jij dat de NPO het gat gaat kunnen opvangen, wat je net zei, hè, met die mogelijke opvolgers? En denk je dat het een succes gaat worden bij RTL? Ik denk dat de NPO het wel redelijk gaat redden. Maar op termijn hebben ze sowieso een probleem. Want Matthijs van Nieuwkerk blijft geen 100 jaar meer. Nee. Margriet van der Linden is eigenlijk te licht voor het vak van talkshow host. Dus je hebt niet één vacature, maar je hebt drie vacatures in te vullen. En dat, denk ik, is een beetje te gartig. Ja. Ja, en dan de vraag, gaat Jinek het redden? Ik denk dat het echt heel erg lastig gaat worden. Ik denk toch dat het uitmaakt of ze bij RTL zit of bij de NPO. Toch een ander imago. Ook een ander imago. Want ja, het geld heeft nou
eenmaal een rol gespeeld. Mensen gaan dat in hun achterhoofd houden. Ja. En bij de NPO kon ze alles maken. En bij RTL gaan mensen zich met haar programma bemoeien. En uiteindelijk, ze gaat het natuurlijk niet echt laten merken. Maar je gaat er wel een heel klein beetje van meekrijgen als kijker. En dan kun je die frustratie, dat wil je gewoon niet door de televisie heen zien. Dus dat wordt nog wel riskant. Maar ja, voor haar geldt wat voor Bo ook geldt. Als zij het met z'n tweeën niet kunnen, dan kan niemand het. En wat dat betreft, moeten ze het gewoon proberen. En wat dat betreft alleen maar lof voor het feit dat ze het aandurft. Rob Gozes, dankjewel. Graag gedaan.